Dames en heren, welkom bij Café Welsmets. Mijn naam is Under Kaya. Ik ben hier vandaag met Sangar Pijka, publicist, opiniemaker, journalist. En we gaan vandaag praten over de parlementaire ondervraging, een soort mini-onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Welkom. Uh, dank welkom. Dank Zoals wel. We gaan het vandaag hebben over het uh, parlementaire mini onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Onvrije landen wordt gezegd. Uh, ja, daar kunnen eigenlijk verschillende dingen op worden verstaan. Het is wel gedefinieerd ergens in het onderzoek, uh, onderzoeksplan. Um, kun jij iets vertellen over dat onderzoek? En uh, terwijl je over het onderzoek vertelt, uh, kun je dan ook uh, vertellen over jezelf, over je achtergrond en jouw link met dat onderzoek? Om te beginnen, allereerst dank je wel. Mm -hmm. Um, ik ben natuurlijk zelf uh, moslim. Uh, ik heb uh, les gevolgd bij uh, Stichting Al-Fitra van Subhaib Salaam. Ja, Al-Fitra is een van de partijen ja, die ondervraagd zijn. Inderdaad. En uh, daarnaast, ik ben natuurlijk zelf uh, journalist. Ik uh, schrijf, ik uh, publiceer. En uh, ik was zelf door de uh, commissie gevraagd als uh, getuigendeskundige om te gaan vertellen of er sprake is van uh, uh, beïnvloeding vanuit onvrije landen. Dus dat was in een traject voor de aanvang van de officiële hoorzittingen. Dat was eind 2019. Wat de commissie betreft, het is heel belangrijk om een paar dingen duidelijk vooraf even helder te maken. Je hebt in Nederland en in elke samenleving een overheidstaak, namelijk het beschermen van de samenleving voor... Allerlei gevaarlijke invloeden. Uh, in elke samenleving gebeurt het op verschillende manieren. Ja? Beïnvloeding, je weet, er wordt heel veel gezegd nu over uh, mogelijke beïnvloeding uh, van uh, politiek vanuit uh, Rusland door uh, sociale media. Um, als je misschien hebt uh, meegekregen, vorige uh, baas van IVD uh, Bertolé, die was bij uh, uh, college tour en het werd toen hem gevraagd van, uh, vanuit waar komt de meeste dreiging? Hij zei toen, het komt vanuit Rusland, vanuit Iran. Um, dat zijn dingen die wij als samenleving niet echt bij stilstaan, omdat wij dat niet met ogen waarnemen. Maar toch speelt er wel iets achter de uh, gordijnen ergens. Mm -hmm. en, en daar moeten wij waakzaam voor zijn. Dat is een natuurlijke uh, proces in elke staat. Dus, dus als er gezegd wordt van uh, wij willen onderzoeken of er sprake is van buitenlandse beïnvloeding, dan komt het daaruit. Het is niet direct uh, iets wat voor veel moslims uh, bestaat een soort beeld van ja, het is echt iets wat gericht is om ons als moslims dwars te zitten. Zo komt het wel tot uiting, maar het achterliggende gedachte, dat is wel iets wezenlijks waar wij ook rekening mee moeten houden. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar landen die als onvrij worden gedefinieerd, dan hebben we het over Kuwait, over Qatar, uh, Saudi-Arabië. Dat worden Turkije wordt ook genoemd. Turkije wordt ook genoemd. Maar als Nederlandse stichtingen, belangenorganisaties um, allerlei doelen willen gaan financieren in mm -hmm. Qatar, dan kan dat niet. Dus uh, het zijn landen waar je uh, niet zomaar geld naartoe kan sturen om allerlei organisaties te steunen. Mm -hmm. Maar vanuit die landen wordt er wel geld hier naartoe gestuurd. Dus uh, dan snap je ook ja. waarom. Uh, Politici ja. en bestuurders denken van uh, wacht eens even. Ja, want die, die invloed die is er natuurlijk altijd. Hè? Ja, zijn natuurlijk, zeker. Nederland is een open samenleving, dus uh, je drijft handel met het buitenland. Uh, er zijn ideeën die binnenkomen en we zijn natuurlijk verbonden met het wereldwijde internet. Um, het voorbeeld waar, wat je net gaf over uh, Russische invloed, dat, heeft volgens mij, dat gaat volgens mij over beïnvloeding van de verkiezingen. Toch? Dat wordt uh, gezegd, ja. ja, ja. Uh, in dit geval gaat het om uh, beïnvloeding, ongewenste beïnvloeding, die leidt tot problematisch gedrag, zie ik staan in ja. het uh, onderzoeksplan. En uh, ja, problematisch gedrag dat is uiteindelijk gedrag dat impact heeft op de democratische rechtsorde. Um, vanuit dat perspectief, um, hoe kijk je naar het onderzoek? Uh, je noemde net uh, Suhaib Salam. Uh, je hebt daar je hebt bij hem les gevolgd tussen 2009 en 2013. Mm -hmm. um, ja, en je hebt bepaalde observaties, uh, ja. bepaalde indrukken. Kijk, um, um, de commissie is tot stand gekomen in eerste plaats op, op basis van een motie van uh, Kees van der Staaij van, van SGP. Ja. En uh, uh, Sadek Karabulut ja. van SP. Um, uiterst uh, conservatief-christelijk en uh, je zou zeggen uiterst links-progressief. Uh, uh. Samen hebben zij een motie ingediend op basis van hun motie... Is de commissie tot stand gekomen? Wat uh, hoogleraar Tom Zwart, uh, wat hij zegt, staat uh, in zijn artikel op de Nederlandse grondwet.nl, uh -huh. dat kun je teruglezen. Hij legt uit dat als er een soort commissie komt waarin echt enkel gefocust wordt op moslims, daar moet een, eigenlijk een onderbouwing uh, voor zijn. Er moet een onderzoek vooraf zijn gegaan, uh -huh. waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om enkel zich op moslims te richten. Uh, Zo'n onderbouwing is er niet. Er is geen onderzoek gehouden vooraf. Daardoor het bezwaar vanuit moslims is voornamelijk van dit is ongrondwettelijk, want jullie focussen enkel op moslims. Ja. En da dat is dus um, de reden waarom ook heel veel moslims heel erg um, ja, onvrede uitspreken over de manier hoe de commissie is tot stand gekomen... En de wijze hoe de vragen worden gesteld en, en, en de getuigen die worden ja. opgeroepen. Jij ziet in die probleemanalyse wel uh, zaken benoemd worden. Zaken als dat uh, twee derde van de gemeente geen zicht heeft op uh, de financieringstromen naar moskeeën bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt dan genoemd. Maar uh, dat is volgens mij niet de kern van, van het probleem dat hier gepercipieerd wordt. Kijk, uh, je hebt uh, twee dingen. In de eerste instantie uh, het geld dat naar de stichtingen toe gestuurd wordt... Uh -huh. um, wij geloven van uh, voor wat hoort wat. Wie, bepaalt die, uh, wie betaalt, die Met bepaalt. wij in Nederland algemeen? Ja, over algemeen in Nederland. Wij gaan ervan uit dat als iemand ergens voor wil betalen... dan verwacht hij daar iets voor terug. Ja. Dus als vanuit Qatar of Kuwait iemand miljoenen naar Nederland wil sturen... dan gaan we er automatisch van uit dat zij iets willen. Dus dat is een, een, een logische redenering die uh, bestuurders, politici... Uh, journalisten hebben. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat uh, het geld komt binnen uh, en het gaat uiteindelijk ergens terechtkomen mm -hmm. en uh, effecten in de samenleving worden dan vervolgens als problematisch gezien. Mm -hmm. En dat heeft te maken met dus sociale uitsluiting, uh, parallele samenleving, dat zijn allemaal zaken die genoemd worden in het onderzoek door verschillende uh, mensen die uh, ja. getuigenis hebben afgelegd. Um, en dat zijn voornamelijk mensen die dus zorgen hebben over buitenlandse beïnvloeding. Ja, want die aanname die, die hoeft niet, af uh, te goed. Die, die wordt bestreden ook door uh, iemand als Abdul Hamid uh, Taheri, van, uh, van die voormalige bestuurder, bestuursvoorzitter yeah. van, uh, van de Soana uh, Moskee. Yeah. En die zegt dat, uh, dat bij uh, Zakat, de Islamitische yeah. Aalmoes, dat is een van de verplichtingen binnen yeah. de islam, een van de vijf zuilen, uh, dat de vrijgevigheid zonder tegenprestatie moet zijn. Dat klopt, daar heeft hij gelijk in. Dat is ook zo. Uh, dus er wordt niet iets terugverwacht vanuit die landen? Ja, als ik uh, zakaat of sadaka geef, dan uh, stel ik geen eisen. Ik ga niet zeggen: ik ga, um, uh, ik ga een uh, x-bedrag doneren aan uh, stichting A of B. En ik verwacht dat jullie met mijn geld dit of dat gaan ja. doen. Ja. Dat speelt er niet. En dat is ook ja. wat. ...eigenlijk moeilijk is voor uh, mensen buiten de islamitische gemeenschap ja. om dat te begrijpen. Ja. Want uh, er gaan mensen automatisch ervan uit dat, dat als iemand gedoneerd heeft, dan heeft hij vast wel een doel. Maar tegelijkertijd geef je aan dat geld komt wel ergens terecht. Ja. Dat leidt tot bepaalde uitwassen. Ja. Uh, bijvoorbeeld het maatschappelijk isolement. Uh, dat iemand... Ik ja. zou de, nou, ik zou... In bepaalde gevallen bepaalde ja. maatschappelijk isolement kan ontstaan. Binnen ja. bepaalde kringen, binnen Klopt. bepaalde gemeenschappen. Ja, 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 we ja, moeten ja. Echt het probleem helemaal isoleren. Zodat Klopt. we voorkomen dat ja. de hele groep, dat het collectief ja. wordt geproblematiseerd. Want dat is wel heel belangrijk. Ja, dat, dat is zeker. de essentie eigenlijk misschien wel ja. van ons gesprek vandaag. Klopt. Uh, kun je daar iets over vertellen? Je noemde, hè, nogmaals, ik kom er opnieuw op terug. Je noemde Soehaib Salam. Soehaib. Met een S. Shuhaib Salam. Yeah. Yeah. Uh, in het Turks uh, spreekt het uit de yeah. Shoaib. Dat dus uh, is een andere naam. Okay. Shoaib is, is, is een andere shweib, naam. En okay. is een. Uh, okay, yeah. Ze lijken allebei op elkaar. Soehaib Salam. Even in beeld brengen, zodat mensen weten uh, wat dat is. Ja, Salam. Even kijken. Yeah. Uh, dit is Soehaib Salam. Die is dus uh, als een van de laatste volgens yeah. mij geïnterviewd. Uh, Klopt. Of ondervraagd uh, ja, door de parlementaire commissie. Klopt. Um, kun je iets over uh, Soehaib Salam vertellen en het netwerk waarbinnen hij. Ja. Zohaib Salam is uh, zelf als uh, imam en prediker uh, in Nederland voornamelijk uh, bekend geworden als de zoon van Ahmed Salam. Ahmed Salam is natuurlijk in de publiciteit gekomen, voornamelijk uh, tijdens een bezoek van uh, toenmalig minister Verdonk in Tilburg-Noord. Zij kwam bij hem in moskee binnen en uh, ze wilde een hand geven en hij weigerde dat. Uh, dat is Ahmed Salam. Uit religieuze motieven? Ja. Dat is de vader van Zohaib uh, Salam. En uh, Ahmed Salam is een, uh, ja, in Nederland, maar ook in Europa, best wel een bekende salafistische imam, uh, geleerde. Die um, uh, in de jaren tachtig naar Nederland is gekomen, eind jaren tachtig. En hij is van origine uh, Syrisch. En uh, Ahmed Salam is dus een salafist die... Uh, les heeft gevolgd bij uh, Rudin Al-Albani. Al-Albani. Ja. Van hem woken, heb ik ook even een afbeelding uh, uitgeprint. Ja. Uh, ja, velen zullen hem ja. dan niet kennen, ook in Nederland, denk ik. Ik denk dat hij uh, tegenwoordig vrij bekend is. Uh, ja, tegenwoordig uh, ja, vrij ja, bekend. Ja. Al-Albani. Al-Albani. Wat is dat voor naam? Uh, Al-Albani al -Albani, al -Albani, ja. is een. Uh, is een Syrische geleerde, of uh, hij kwam uit het Midden-Oosten, maar zijn familie, zijn ouders, die komen oorspronkelijk uit Albanië. Ja, want dat is ge gebruikelijk in, 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 in salafistische kringen om ja. iemand dan aan te spreken op de geografische oorsprong van iemand. Ja, nou, het is niet zo uh, specifiek salafistisch, uh, maar uh, over het algemeen uh, binnen de orthodoxie worden uh, mensen vaak uh, gezien als waar ze vandaan komen of uh, waar ze wonen. Een uh, groot voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, Roemi. Dat is een uh, sofistische geleerde. Uh -huh. De Turken uh, oh, ja. noemen hem Roemi oh. omdat hij uit stad uh, Roem komt. Uh -huh. Dat hij van origine uit Balg kwam, het uh -huh. gebied wat nu Afghanistan is, uh -huh. dat wordt niet meegenomen. Uh -huh. Maar in Afghanistan noemen ze hem Balgi. Uh -huh. Dat is iets wat te maken heeft met hoe mensen iemand identificeren. Uh -huh. uh, maar het feit dat Nasruddin al-Albani zichzelf zo heeft genoemd. ...bepaald dat hij je oh ook ja. zo bekend staat. De Albaniër. Ja, hij heeft, uh, hij heeft zichzelf zo genoemd. Uh, Na, Nasruddin Mohammed Nasruddin al-Albani. Oké, okay, wat, wat, wat is zijn impact? Nasruddin al-Albani is eigenlijk uh, uh, heel erg invloedrijk geweest. Ik heb in dat artikel, wat uh, recent gepubliceerd is door uh, Republiek al uitgelegd... Uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn die kunnen dat uh, gerust teruglezen Ja, ik heb het artikel hier liggen ja, ja. Na Nasruddin al-Albani was uh, uh, volgens mij uh, hij groeide op in Damascus of hij woonde in Damaskus en hij heeft zichzelf eigenlijk opgeleid als autodidact tot een hadith specialist hij was uh, een expert op het gebied van hadith dus dat zijn de overlevingen de uitspraken van profeet Mohammed alayhi wasalam, en hij heeft uh, heel erg veel invloed gehad op het moderne salafistische denken. En het moderne salafistische denken, zoals we dat hier in West-Europa kennen, dat is een ideologie uh, waarin, uh, ja, het is een revisionistische ideologie. Um, zij uh, Salafisten geloven namelijk dat uh, de islam, zoals het geopenbaard is en zoals het gepraktiseerd is in de eerste drie uh, generaties na de openbaring van de Koran, dat dat een authentieke islam is die tegenwoordig eigenlijk. Uh, uh, is uh, weggezakt. Uh -huh. En het moet uh, overnieuw worden... Uh, ja. Ja, zij, zij geloven dat de islam is gecorrumpeerd door de werkingen mm, van de tijd? Ik zou uh, niet zozeer zeggen dat zij... Ze zoeken naar dat de het... zuivere vorm van de islam. Ja, zij, ze willen graag dat, dat uh, het praktiseren van de islam op de manier gedaan wordt zoals dat bij de eerste drie generaties gebeurt. Ja. Ja? Uh, daarin wijken ze eigenlijk niet zo heel veel af van andere orthodoxe stromingen. Uh -huh. Eigenlijk de mainstream, de orthodoxie, uh, de vier wetscholen, die zullen ook niet zeggen uh, de Koran en de Hadith en al die... Uh, ja, want ik denk dat je daar toch even bij moet stilstaan. Ja. Ik, ik heb hier een, een illustratie, uh, ja. mensen denken aan de islam, ja. maar nogmaals, uh, ik heb dat keer op keer benadrukt, ja. ook uh, in gesprek met mijn gasten, ja. dat er niet de islam. Nou, de islam, het is natuurlijk een bepaalde, uh, bepaald ideaal, een koelbegrip. Ja. Ja, je hebt uh, islam als geloof en binnen de islam heb je dus ja. verschillende stromingen. Ja, misschien, misschien dat je het even kunt aanwijzen ja. en dat we het zo in beeld kunnen brengen. Nou dan heb je, hey, je ziet hier ja, grote bollen, soort, je ziet kleinere bollen, ja, maar gewoon, Dit eh, soort illustraties nee, zijn algemeen, altijd Maar algemeen, heel algemeen. Je, je kunt het niet lezen vanaf het... Ja. Uh, vanaf dus het eigenlijk groen, uh, dat zijn de soenieten en oranje, dat zijn de uh, shiiten. Ja. Um, wat, wat het punt is, is dat wanneer we het hebben over de mainstream of de orthodoxie, dan hebben we het over de Soenieten. Uh -huh. En de Soenieten bestaan dan uh, uit uh, verschillende substromingen. Uh -huh. En de Salafisten zijn hij, binnen het uh, mainstream islam zijn zij een moderne beweging. Uh -huh. Die is tot stand gekomen als reactie op kolonialisatie. Uh -huh. en net als de moslimbroederschap, uh, de Obandis, de Bereluis, uh, heel veel moderne bewegingen. Die zijn uh, aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, op gang gekomen als reacties op kolonialisatie. En wat ze eigenlijk allemaal proberen, is islam weer relevant te maken in het dagelijkse leven van moslims. In het sociaal, maatschappelijk, politiek vlak op allerlei manieren proberen ze islam relevant te maken voor moslims. Waarom doen ze dat? Omdat ze vinden dat door kolonialisatie, door val van uh, de islamitische kalifaat, dat uh, islam eigenlijk. ...op achtergrond is terechtgekomen dat moslims steeds minder de islam zijn gaan praktiseren. Uh, afvalligheid is uh, steeds toegenomen. Uh, vooral uh, westerse ideologieën zoals nationalisme, secularisme, uh, marxisme... Uh, ...die waren wijdverspreid verspreid in uh, islamitische landen. En de moslims die uh, conservatief waren die hadden zoiets van uh, wij moeten... Uh, ...als uh, een uh, tegenreactie een eigen beweging hebben. ...die op basis van onze islamitische waarden uh, de samenleving weer uh, gaat uh, vormgeven. Dus zij geloven eigenlijk dat zij de gunst van God hebben verloren... ...doordat zij uh, afgedwaald zijn geraakt? Je zou het zo kunnen stellen, ja. ja dat ja. is ook een manier om het te verwoorden. Ja, ja, maar wat, maar ja. hoe, hoe zie jij die claim? Want jij hebt natuurlijk, uh, je bent in Nederland opgeleid. Ja. Je, je spreekt uh, hoeveel talen? Zeven. Je spreekt zeven talen. Noem ze zeven. Ik spreek uh, Persisch, ja. Pashto, ja. Nederlands, Engels... Uh, ik heb een beetje Arabisch geleerd. Ja. Ik heb in Afghanistan Russisch geleerd. Uh, ik uh, heb ook Urdu geleerd. Okay. Ik spreek dus ook Urdu. Uh, ik heb Duits en Frans geleerd. En, uh, en jij, welke opleiding heb je hier in Nederland genoten? Ik heb uh, bestuurskunde gedaan ja. in Leiden. Mm -hmm. Uh, en journalistiek. Journalistiek. Ja. En uh, wat is jouw indruk van deze claim? Of wat, wat is jouw Kijk, observatie? Kijk, ik ben geen theoloog. Je hebt die uh, achtergrond, uh, uh, yeah. die ken je goed. Je kent de huidige problematiek in, niet alleen in de islamitische wereld. maar ook in, de, in, in het Westen. Ja. in de identiteitsontwikkeling van moslims. Kijk, ik ben uh, geen theoloog of historicus. Mm -hmm. uh, wat ik bestudeerd heb, mm -hmm. is voornamelijk op basis van uh, hier en daar lesvolgen bij verschillende imams. Uh, en heel veel zelfstudie. Uh -huh. um, het punt is, is dat um, de orthodoxie bestaat in de hele wereld. Ja? Uh, er zijn orthodoxe moslims wereldwijd. Um, orthodoxie heeft allerlei uitingen. Um, in sommige landen zijn de orthodoxe moslims zijn voornamelijk de Deobandis. Uh, zoals in India, Pakistan, uh, de, daar heb je ook de Brelwis. Dat zijn de stromingen uit Zuid-Azië. Die hebben ook heel veel invloed op Afghanistan. Uh, in het Midden-Oosten heb je de moslimbroederschap en je hebt de uh, uh, Salafisten, uh, je hebt uh, allerlei verschillende stromingen in het Midden-Oosten. Uh, er zijn mensen die zich echt identificeren met de stromingen en dat zijn vaak mensen die heel erg ideologisch zijn. Maar heel veel imams, geleerden en voornamelijk de leken, de, de, de massa's, die zijn niet zo in vakjes in te delen. Nee, nee. En dat zijn de, de, de mainstream moslims. Ja. Dus als moslim zelf, uh, ik identificeer mezelf niet met een uh, ideologische stroming. Ik identificeer mezelf in eerste plaats als moslim, mm -hmm. uh, met, met orthodox-conservatieve overtuigingen. Maar dat betekent niet dat ik uh, valt binnen een van die stromingen. Want je moet ook kunnen van afstand observeren en waarnemen dat. Een bepaalde ideologie heeft natuurlijk ook heel veel nadelen. Het, het is niet uh, zo dat, dat al die stromingen hebben natuurlijk allemaal goede bedoelingen hebben. Ze willen dat de islam relevant wordt in de samenleving. Ja, maar uh, die claim, die claim dus ja. dat de islam relevantie moet winnen ja. ja. relevantie moet winnen. Ja. om dus de problemen in de islamitische wereld op te lossen, is die claim terecht. Is dat legitiem? Uh, je zou ook kunnen zeggen dat het afhangt van uh, wie, wie, wie de vraag stelt. Mm -hmm. uh, Iemand die zijn morele uh, uh, overtuiging, dus zijn moreel kader, volledig baseert op de islam. Die zal zeggen dat uh, als overtuigd moslim. dan wil hij dat de rest van de samenleving. dezelfde morele uh, overtuigingen hebben, ja. zelfde dingen goed of slecht vinden. Zoals wij hier in Nederland zien, dat mensen. bepaalde uitingen van islam als slecht zien. Ja. Uh, ze keuren dat af. Mm -hmm. Dus. Uh, zij hebben een andere morele kader, of het nou deontologie is, of uh, uh, utilisme, of nou uh, uh, welke ideologische overtuiging mensen ook hebben. Mm -hmm. Ze keuren dingen af en ze keuren dingen goed. Uh, iedereen heeft dat. Iedereen heeft een morele kader. Zo hebben moslims dat ook. En als je uitgangspositie jouw islamitische overtuiging is, dan zul je ook in de samenleving ja. zeggen van: oké, okay, dit zijn dingen die eigenlijk anders moeten. Ja, maar je zegt, uh, kijk, je noemde al dat het salafisme een moderne stroming is. Uh, eind van de 19e eeuw ontstaan? Ja, je, eigenlijk echt als een ideologische stroming mm -hmm. is het eind 19e eeuw, begin 19e. 20e eeuw ontstaan. Dus dat is ook de periode dat, uh, dat natuurlijk Wallace en Darwin uh, met, uh, met hun hypothese zijn gekomen, of met een uh, redelijk raamwerk, waar vervolgens yeah. wetenschappers uh, hun uh, onderzoek op hebben kunnen bouwen op het gebied van uh, 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 Moleculair onderzoek of yeah. biologisch onderzoek. En, uh, en dus je ziet dat uh, in plaats van dat dus nieuwe ideeën, uh, wetenschappelijke ideeën worden omarmd, dat men teruggaat naar de oorsprong. Yeah. Terug wil naar de oorsprong. Um, zou je niet uh, juist die nieuwe ideeën uh, moeten omarmen, de wetenschappelijke fondsen moeten omarmen, om daarop te bouwen, yeah. in plaats van terug te willen naar de zevende eeuw? Het punt is, is dat uh, er is geen fundamenteel met uh, omarmen van wetenschap en je morele kader en je overtuigingen als moslim. Je kunt uh, als moslim wetenschapper zijn, je kunt uh, wetenschap als beroep je eigen maken. Uh, hele conservatieve moslims in heel veel landen uh, zijn wetenschappers, natuurwetenschappers. Als je ziet hoeveel patenten op naam van moslim staan, je kan gaan googelen en dan zie je een patent op een heel erg islamitische naam. Dus je zoekt de persoon op. En dan zie je een man met zo'n baard of een vrouw die gesluierd is. Ja, ja. Dus uh, de assumptie is dat, uh, dat uh, als je conservatief moslim bent, als je heel erg orthodox bent. dan uh, is er een soort clash met moderniteit. Dat is niet maar waar altijd Maar waar zou de nadruk moeten liggen? Waar zou men soelaas moeten zoeken in het verhelpen van uh, actuele problemen? Hoe men juist binnen het kaders van de wetenschap oplossingen vinden? Ik denk dat, ik denk dat uh, als we teruggrijpen naar uh, casus, uh, huidige situatie, uh -huh. is dat uh, we hebben te maken in Nederland met uh, allerlei uh, vormen van uh, uitsluiting. Uh -huh. Je hebt uh, mensen die bewust zichzelf uitsluiten van de rest van de samenleving. Uh -huh. Op basis van hun overtuigingen. Op basis van een identiteit of uh, ideaal die ze nastreven. Um, dat zie je dus bijvoorbeeld bij moslims, bij salafisten, die uh, denken uh, vanwege exis existentiële crisis uh -huh. in de moderne wereld, uh -huh. mensen ervaren een bepaalde leegte. Dus daardoor zoeken zij antwoord in uh, identiteitspolitiek. Maar een begeloof. bepaalde leegte, zeg je? Bepaalde ja, bepaalde leegte. Ja. Kun je dat, dat nader definiëren wat die leegte is? Het is verschillend voor iedereen. Laten we uh, als voorbeeld nemen, zodat voor mensen ook wat dichter bij huis komt. Um, je hebt nu in Nederland een heel sterke tendens richting uh, het Nederlandse nationalisme. Mm -hmm. uh, wij zijn Nederlanders. Uh, onze historie uh, over het is in discussies over volk, ja, ja Zwart Piet en dat soort uh, zaken. Zie je dat dat mensen weer graag uh, zichzelf uh, willen duidelijk maken van dit is wat wij wel zijn. En dat is wat we niet zijn. Mm -hmm. Dus die moslims, die, die Oosterse mensen, die bruine mensen, dat zijn wij niet. Mm -hmm. en, en, en voor iedereen is het op een andere manier. Uh, het hangt er vanaf dus wat jouw afkomst, wat, waar je in de samenleving uh, jezelf plaatst. Ja. Dat bepaalt dus hoe jij zin ja. geeft aan jouw. Ja, dat lijkt op, lijkt op etnisch nationalisme. Yeah. Uh, ja. Dus, uh, goed, dat is dus ook veel, wat... wordt veelvuldig over gesproken. Maar uh, tenslotte. Uh, Jij en ik zijn immigranten, of in ieder geval onze ouders zijn immigranten. Uh, Sommigen zijn uh, zelf in Nederland gekomen, anderen hun ouders, anderen hun grootouders weer. Um, um, ja, uiteindelijk dan is het toch een zaak om voet aan de grond te krijgen, ook geestelijk. Dus waar yeah. kom ik vandaan en wat is mijn achtergrond? En daar zie je dat heel veel mensen uh, terugvallen nou, op een islamitische geloof. Ja, en ja, dat is uh, enigszins logisch. Maar waarom? waarom? Uh, omdat zij hun identiteit vooral associëren met hun geloof. Uh, islam is natuurlijk heel erg sterk in het vormen van je identiteit. Uh, dus dat is ook de reden waarom uh, mensen zich als moslim graag willen identificeren. Uh, en ook hun morele uh, waarden uit islam willen halen. Uh -huh. Maar als wij in een Nederlandse samenleving, als wij in een uh, seculier liberale uh, westerse samenleving leven, uh -huh. dan uh, hoort. Daarbij ook een vorm van ja, besef, realisme, dat um, het feit dat jij moslim bent en overtuigd bent van de islam, dat is uh, je recht, maar hoe jij je binnen de samenleving beweegt en hoe je je gedraagt, dat moet ook realistisch zijn. Het moet ook niet dogmatisch-ideologisch zijn. Dat is helaas wel het geval bij uh, salafisten. Mm -hmm. En dan uh, wil ik uh, dat nuanceren door te zeggen: niet alle salafisten. Nee. Want salafisten zijn heel erg divers onderling. Ja, want je noemt in je artikel voor uh, Republiek Allochtonie: Het salafisme van Shuhaib Salam. Wat je ja. Even kijken, je hebt dat uh, 24 uh, februari gepubliceerd. Ja. Daarin noem je. Even kijken. Uh, je noemt uh, uh, dat salafisten vaak. Je zegt hè, je ja. zegt nu al. Je legt al de nadruk op: het zijn niet alle salafisten die zo ja. denken, dogmatisch. Simplistisch en onpraktisch. Ja. Um, ja, het is natuurlijk wel zaak ook voor Nederland om te begrijpen waar de islam zich naartoe ontwikkelt. Kijk, uh, uh, in Nederland. Dat, Want om... de islam is nieuw in Nederland, dus wat wordt de Nederlandse islam? Kijk, wordt het de... juist modernistisch, wordt het juist he, omarmend, al die wetenschappelijke ideeën, uh, moderne uh, vondsten, omarmend en progressief in zekere zin? Of wordt het juist wat je zegt, rigide, simplistisch, reactionair? Uh, dat is natuurlijk, mensen denken uh, yeah. polair. Ja. Yeah, dus yeah. wil weten: van, gaat het nou die kant op? Gaat yeah. het nou die kant op? Gaat het nou terug of gaat het vooruit? Ik denk dat. Uh, dan moet ik heel veel mensen teleurstellen. Het is uh, geen van beide. Geen van beide. <laughs> ja. Het punt is, is dat. Uh, uh, ik heb in dat artikel ook uitgelegd. Is dat. Uh, mensen willen heel graag volgens de voorschriften van islam leven. Mm -hmm. Want uh, daarin is je uh, redding. Huh? Je wil graag. Uh, de Sunna volgen, de, 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 de weg bewandelen van de profeet uh -huh. en zijn metgezellen. En dat doen dus ook de niet-Salafisten. Zodra me mensen wat conservatief moslim worden, dat willen ze graag. Maar de voorschriften van de islam, hoe ze worden uitgelegd in de boeken door de geleerden, dat is allemaal binnen een bepaalde context. In een tijd waar moslims exclusief in een samenleving hebben geleefd waar zij de absolute meerderheid waren, het uh -huh. rechtssysteem. Sociale normen, alles was gebaseerd op dus de is, islam. Dat is ook niet helemaal waar, denk ik hoor. Want in de vroege uh, expansie van yeah. het Arabische Rijk yeah. dan kwamen ze natuurlijk heel veel andere rijken tegen. Kwamen ze Perzen tegen? Klopt. Ze... Ja, maar, maar waren ze een minderheid? Ze waren de minderheid, maar op geen moment uh, de ontwikkeling. Dus ja. voornamelijk de boeken van fiqh, uh, de islamitische rechtsgeleerdheid. Ja. Uh, de wijze hoe je de islam moet praktiseren. Het ontwikkeling daarvan is pas op gang gekomen toen al die regio's echt dominant islamitisch waren. Uh, dus, dus alles wat wij nu uh, naar teruggrijpen van hoe je de islam moet praktiseren, is uitgelegd door de grote klassieke geleerden in een tijdperk waar zij niet bij stilstonden van er zal een tijd komen waar alles zal veranderen, waar de moslims de minderheid zullen zijn en uh, in een samenleving leven waar niet-islamitische normen en overtuigingen dominant zijn. Daar zijn geen uh, antwoorden op uh, uitgevonden tot nu toe. Nee, van nee. Hoe je, dien je nou als moslim een vrome levenswijze te le uh, leiden yeah, in een land zoals Nederland? Het is uh, heel erg makkelijk door mensen te zeggen, volg de zelf, volg de, 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 de ja. vrome voorgangers en uh, alles komt goed. Dat, dat is heel erg uh, naïef. Dat is wat je bedoelt met onpraktisch. Het ja, dat, ja. Dat leidt tot ja, het, een bepaald het, isolement van bepaalde mensen. Precies. Dus uh, om dat te concretiseren, uh, de zelf, uh, dus de vrome voorgangers, uh, zij hebben een nobel leven geleid ja. in een andere situatie. Um, en dat betekent dus dat wij uh, in Nederland moeten gaan uitzoeken hoe wij een vrome uh, moslim kunnen zijn binnen de Nederlandse context. En dat vraagt om heel veel moed. Ja, je geeft wel een heel goed voorbeeld in het artikel. Van een uh, student yeah. die in zo'n isolement terecht is gekomen door yeah. die starre manier van denken. Yeah. Kun, jij dat, uh, ja. kun je daar um, iets over vertellen? Er was een student die uh, ook... Uh, Swaap Ja, die, die heeft ook daar een les gevolgd, net als ik. En uh, die jongen uh, zat toen de tijd uh, bij, bij een HBO-opleiding, waar hij dus uh, heel veel te maken had met vrouwen. Mm -hmm. Dus uh, in de collegezaal samen met vrouwen zitten. Uh, met jonge dames, uh, zijn docenten waren vaak vrouwen. En hij moest in groepsverband met vrouwen opdrachten uitvoeren. Daar had hij heel veel moeite mee. Nou, moet ik dan wel bij gaan zeggen. dat de meest strenge salafisten in Nederland. Uh, die zullen ook niet gaan zeggen. je moet geen les volgen. Je moet uh, gewoon thuis gaan zitten. Dat zullen ze nooit zeggen. Maar ze zullen wel tegen je zeggen. van uh, je hoort niet naar een vrouw te kijken. Hoe dat precies uitwerkt voor jou als individu, dat, is, dat moet je dan zelf gaan uitzoeken. Uh -huh. Feit is dat heel veel imams en predikers, uh, niet alleen salafisten, maar heel veel ook van andere stromingen, zijn mensen die in het Midden-Oosten hebben gestudeerd. Uh -huh. En ze hebben eigenlijk heel weinig ervaring met hoe zaken hier aan toe gaan in Nederland. Dus op scholen. Op werk, uh, uh, binnen het, uh, allerlei instituties. Ze weten niet waar meeste moslims mee te maken hebben. Dus ze komen wel met heel erg overtuigd. Ja. Heel erg, uh, ja, zo moet dat. Maar feitelijk is het zo dat, dat de manier hoe ze dat overbrengen... Mm -hmm. kan ertoe leiden dat mensen eigenlijk niet zo goed meer weten wat ze moeten doen. Nee. Uh, dus dus wat, wat je dan ziet is, is vooral jongeren... Uh, mensen die dus te maken hebben met allerlei hormonen. Uh, uh, en het zijn ook vaak jongeren die heel erg ideologisch en dogmatisch worden. Mm -hmm. Dat zij dan gaan denken: van oké, okay, ik, uh, ik wil een vrome moslim zijn. Uh, dit kan niet meer, dat kan niet meer, dat kan niet meer. Dus uh, ja, dan kom ik in een soort van een sociaal isolement terecht. Ja, ik trek me terug, uh, zeggen ze dan. Ze trekken zich terug. En als gevolg zie je dus dat zij. Uh, zichzelf uitsluiten uit de samenleving, okay. maar omdat zij zich uitsluiten, krijgen ze te maken met ja. een backlash. Ja. En die backlash wijden ze dan volgens toe aan ja. islamofobie. Ja, 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 ja. ja. De, de, dan leggen ze de, de schuld bij de samenleving. Ja. Dus uh, dat, dan, dan maken ze dus zeker zijn gebruik van uh, van een bepaald discours in ja. bepaalde kringen. Ja. Um, uh, het is wel belangrijk natuurlijk om de zaak in proportie te zien. Uh, er zijn ongeveer 500 moskeeën in Nederland. En ongeveer 5% daarvan is uh, in bepaalde mate salafistisch, hè, kunnen we zeggen, denk ik. Yeah, yeah. Dus, uh, dus een gro grote meerderheid, die is wel flexibel, of is in een bepaalde yeah, klopt. Heeft meer flexibiliteit, yeah. laten we het zo noemen. Yeah. Um, dus uh, die salafisten. Dus, uh, Salafisme is een moderne stroming, los van die vier wetscholen. Yeah. Hoe is het binnen die vier wetscholen? Is daar wel voldoende ruimte, flexibiliteit om uh, inderdaad. In de Nederlandse samenleving op een volwaardige manier mee te doen? Kijk, de wetscholen zijn ontwikkeld als systemen om de bronteksten te bestuderen. Dus de wetscholen zijn eigenlijk ontstaan om het bestuderen van islam en toepassen van islam voor de individu en de samenleving te systematiseren, te vereenvoudigen. Want niet elke leek kan de hele Koran en alle hadith gaan bestuderen en dan zelf uit gaan zoeken hoe die moslim moet zijn. Dus de wetscholen uh, maken ook gebruik van uh, een bepaalde manier van denken, een rechtsfilosofie. En daarbij komt ook dat als je binnen de rechtscholen wordt opgeleid en opgevoed, dat je ook een bepaalde mate van uh, nederigheid leert. Uh, dat je begrijpt dat, dat je niet overal de antwoorden op weet. Dat je niet overal kunt zeggen van ja, zo staat dit in de Koran en zo moet het toegepast worden. Ja. Het is vaak heel erg genuanceerd. genuanceerd ja. en, en, en dat is iets wat bij de rechtsscholen wel is, en ja. bij de salafisten veel minder. Ja, want en zo... daarom, ja. daarom zeg ik dus mm -hmm. dat, um, dat uh, heel veel problemen die zich voordoen met het salafisme, komt juist omdat zij de rechtsscholen afwijzen, de islamitische rechtsfilosofie afwijzen en uh, beweren dat, dat we eigenlijk veel opnieuw moet uitgevonden worden ja want uh, dat dat link je linkt aan uh, ik weet niet of je dat direct linkt aan dat uh, kan ik me even niet herinneren kijk maar. Je linkt, je noemt hoogmoed hoogmoed koppigheid ja. uh, alsof ze alles beter weten en snappen <laughs> uh, uh, dus, dus uh, dat link jij toch wel aan het salafisme, hè ja dat is dat is, dat is al dus gegeven dat, als je binnen de rechtscholen wordt opgevoed ja. binnen ja. de reguliere soenitische ja. structuren dan ben je ingetogen ja. en bent genuanceerd en je houdt een bepaalde afstand yeah. waardoor je makkelijk in de samenleving, makkelijker in de samenleving bent. en minder oordelend bent, oordelingsgezind bent. Om meteen te zeggen: van Nou, dit mag niet, dat yeah. mag wel, dit is goed, dit is niet goed. Ik moet wel daarbij uh, een kanttekening plaatsen. Mm -hmm. Als je een, een rechtsschool vol, volgt, maar je bent onderdeel van een ideologische stroming en je bent dogmatisch, dan kun je alsnog je zich als een salafist ja. gaan gedragen. Ja. Dus het is. Een, het is iets wat, wat echt uh, een, een, een probleem van mensen Het is een mensenprobleem. Ja. Dus bij de salafisten komt het heel ja. erg duidelijk tot uiting. Uh -huh. En het is heel erg makkelijk aanwijzbaar. Maar uh, zoals ik uh, heb uitgelegd, je hebt dus allerlei verschillende substromingen onder de salafisten. Uh -huh. uh, je hebt ook salafisten die heel praktisch en pragmatisch en heel erg ja. open-minded zijn. Uh, ...die minder uh, voor problemen zorgen. Want, noem je noemt het religieuze salafisten volgens mij. Ja, je ja. Hebt politieke salafisten. <laughs> je, hebt, je, hebt, je hebt politieke salafisten, je hebt uh, sectarische salafisten... ...je hebt dogmatische salafisten. Er, ja, ja, ja. er zijn allemaal verschillende uh, vormen ja. van salafisme. Daarom is het maar... zo belangrijk dat niet elke salafist zich aangesproken voelt in ja. kritiek. Ik, 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 ik heb heel veel respect voor heel ja. veel salafisten. Ik, 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 ja. ik, ik, ik moet dat ook erbij gaan zeggen, ja. dat wij kunnen niet ja, gaan ja, ja, zeggen... Ja, ja. Alle salafisten zijn slechte mensen ja. en dat ze fout zijn en dat het een probleem is voor de samenleving. Tuurlijk, er zullen problemen zich voordoen. Er zijn problemen die zich voordoen. Dat komt mede door salafisme. Daar moeten we eerlijk over gaan praten. We moeten met elkaar met wederzijds respect, ja. dus uh, zowel moslims onderling, maar ook met niet-moslims, uh, we moeten openhartig kunnen praten ja. over zaken, ja. zonder dat wij uh, in loopgraven terechtkomen van uh, als je dit vindt of als je dat zegt. Dan ben je tegen de islam ja, en dan ben je racist. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus een zelfkritiek, een soort uh, zelfzuiverende werking vanuit de islamitische gemeenschap in Nederland. Heel belangrijk. Een van de mensen die ondervraagd zijn, is uh, Said Boharou, van de koepel van Marokkaanse moskeeën. Nou ja, die vindt het ook heel belangrijk om zelfkritisch te zijn, transparant yeah. te zijn en dus problemen bespreekbaar te maken. Yeah. Dat is ook een van de redenen waarom jij je geroepen hebt gevoeld om je uit te spreken, denk ik, of niet? Nee. Zelfkritiek. Om te laten zien, kijk, uh, ik vind, dit is problematisch ja. ik moet dit benadrukken. Ik vind goed dat uh, de dingen die Said Bouharou heeft gezegd, dat die uitgesproken zijn. Mm -hmm. Alleen ik vind het jammer dat hij het zegt. En, ja. en, en Buharu, de reden waarom ik dat waarom? zeg, is omdat Said Bouharou wordt door de media en door politici naar voren gebracht als iemand die namens alle Marokkaanse moskeeën spreekt. Ze, een zeer, zeer welbespraakte man. Ja, Jong, natuurlijk. Een een bepaalde generatie die hij vertegenwoordigt. Klopt. Maar hij is niet representatief voor alle Marokkaanse moskeeën. Nee. Uh, het feit dat uh, wij in Nederland heel veel verschillende koepels van Marokkaanse moskeeën nee. hebben, uh, en het feit dat wij ook uh, onder de Marokkaanse samenleving heel veel diversiteit van meningen en opvattingen hebben, nee. dat moet ook meegewogen worden. Zahid Boharve tegenwoordig een, een klein groep. En dingen die hij zegt, er zijn heel veel punten waar ik zelf ook mee eens ben. Maar ik vind wel dat wij moeten uitkijken om uh, niet... Mensen naar voren te halen die namens een veel te grote groep spreken. Ja, want... Het is wel interessant om te zien dat er een petitie tegen hem is gestaan. Yeah. En dan, dat <laughs> ja. de petitie ook uit de salafistische kringen komt. Ja, ik denk dat, ik denk, ik denk dat die petitie wel uh, voornamelijk door de salafisten wordt gedeeld ja. op social media. Ja, want je ziet, je ziet dat ze geen profielfoto hebben. Ja, ja, ja. ja, social ja, media. ja, ja, ja. Als je geen profielfoto hebt, nou, dan ben je dus uh, uh, weerreactioneel. Hoeft niet zeggen, altijd. Je mag geen mensen afbeelden, je mag levende wezens afbeelden. Dus dan gaan ze helemaal ja. naar die bronteksten en... Ik het, dus dan zie je meteen die rig rigiditeit op het oppervlak. Dus ja. die mensen pushen met allerlei. Uh, 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 ja, heel erg uh, authentiek klinkende namen. Ja, ja, ja. Abu nog ja, wat. Ja, ja, Abu <laughs> nog wat, ja. Ja, ja, ja. ja kijk, het, het punt is dat. Um, er zijn ongetwijfeld heel veel Marokkanen. Mm -hmm. heel veel uh, niet-Marokkanen, gewoon moslims over algemeen. Mm -hmm. die uh, één uh, zullen zijn met. met Said Bouharou, met dingen die hij zegt. Uh, namelijk dat wij onderling als gemeenschap zelf moeten uh, proberen om bepaalde ontwikkelingen tegen te gaan. Dus het uh, sociale isolement die wij zelf creëren, huh? da daar moeten we iets aan doen. Daar moeten we over gaan praten. Uh, er moeten duidelijke ontwikkelingen tot stand komen hier in Nederland. Want hoe je het went of keert, islam is een onderdeel van de samenleving. Okay. Wij zijn hier... Ook is het eigenlijk altijd geweest, hè? Ja. Het grootste islamitische land ter wereld. Uh, in Indonesië, dat Indonesië dat is een Nederlandse kolonie toen de tijd. Klopt. Dus je zou denken dat Nederland eigenlijk wel heeft geleerd om goed om te gaan met. De nou, goed toen goed. hebben de Nederlanders zich uh, uitgesloten uit de samenleving in Indonesië. Ja. Vandaar dat we uh, ja. weinig exposure. Maar volgens worden. mij is er wel een redelijke uh, eensgezindheid over het feit dat Indonesische Nederlanders ja. goed geïntegreerd zijn. Ik zou eerder zeggen assimilatie. Ja, ja. Ik denk dat, dat kijk, um, uh, een, een samenleving, eigenlijk welke samenleving dan ook, bestaat uit heel veel verschillende groepen. Uh, er zullen gemeenschappelijke waarden zijn in elke samenleving. Dat heb je ook. Je, je zult zien dat als je heel veel met salafisten omgaat, uh -huh. dan zie je dat zij ook bepaalde typisch Nederlandse eigenschappen hebben zichzelf eigen gemaakt. Ja. Hè? Dan zien zij dat als zo'n salafistisch uh, standpunt. Maar bijvoorbeeld dat zij heel erg recht voor de raap, heel erg brutaal en heel erg uh, koppig kunnen zijn van nee, zo is dat. Dat hebben ze meer van de Nederlanders, dat ze heel erg direct zijn en heel erg overtuigd van ja. En dat ze leren te opereren binnen de kaders van ja. de rechtsstaat. Ja, dat is iets wat, uh, wat heel opvallend is. Hoe je het wenst of keert, de salafisten in Nederland zijn ook heel erg geïntegreerd in de, in de wijze hoe zij zich gedragen. Bijvoorbeeld ze weten heel goed hoe het rechtssysteem werkt. Uh, zij hebben de meeste boeken gepubliceerd in het Nederlands over de islam. Zij hebben de meeste websites die in het Nederlands zijn. Mm -hmm. Zij hebben ook uh, uh, heel veel salafisten die, die, die roepen actief mensen op om bijvoorbeeld op een uh, links progressieve partij zoals DENK te stemmen. Mm -hmm. uh, Suhaib Salam was uh, een aantal jaar geleden was hij uh, aanhanger van uh, Pechtold. Hij was voor D66. Uh, dus uh, je kunt wel zeggen: van ja, het zijn echt uh, boemannen die buiten de samenleving uh, opereren. Ja. Zo zou je het kunnen zien in, in bepaalde opzichten. Hè? Maar tegelijkertijd, ze zijn ook. <laughs> Heel erg ingeburgerd. Ja, want uh, ik, ik heb hier het boek liggen. Ik heb er helemaal niet zo gezegd. Het is het boek van, uh, van Gertje Geling. En Jan-Jaap uh, -Jan de Ruiter, ik breng die toch even in beeld. Er is uh, verschillende malen over gesproken, uh, verschillende malen behandeld. Uh, Gertje Geling heeft uh, hier een uh, interviewserie gehouden. En uh, een van de mensen die hij heeft geïnterviewd. en die ook een bijdrage heeft geleverd aan het boek. is uh, Halim El-Matkouri. En Halim die noemt, uh, die noemde in dat interview met Gertje Geling uh, bij Café Welsmets. Uh, het islamdebat ook eigenlijk een, uh, een, een zeer geslaagd debat juist, een kwalitatief hoogwaardig, een zeer, uh, van, van zeer hoge kwaliteit. Uh, deel jij die mening van, 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 uh, nee. van Habib? Nee. nee, ik denk dat uh, moslims, een groot deel van de moslimgemeenschap, uh, zichzelf veel te afzijdig houden. Uh, we hebben geen Nederlandse moslim-intellectuelen, uh, althans we hebben niet, niet genoeg, die, uh, mensen die boeken publiceren of uh, artikelen schrijven. Uh, die veelvuldig in de media komen en dat zij ook uh, over uh, onderwerpen praten zonder continu in een soort van een slachtofferrol uh, te treden. Hè? Uh, natuurlijk, er is heel veel kritiek op de islam. Er zijn heel veel uh, ja, reactionaire bewegingen uh, tegen moslims. Je hebt. Uh, Zoals je ziet, bijvoorbeeld uiterst links uh, SP, uh, Sadat Karabulut, die voor de, uh, deze motie heeft uh, gepleit. En je hebt uh, ook rechtsconservatief uh, Kees van der Staaij. Dus uit verschillende hoeken van de samenleving vinden mensen elkaar zich in het zich afzetten tegen moslims. Uh, uh, Partij dus, voor de dieren. Die zelfs Partij de, voor ah, de precies, dieren, ja. ja. Die, 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 die zien dat natuurlijk. Ja, dus, dus die eigenlijk niet zozeer... Uh, 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 een probleem zou moeten hebben met de islamitische gemeenschap. Maar die ziet dan, nou, ik zie een probleem. Ja. Uh, laat ik daarop focussen, omdat er kansen zijn... Yeah. om draagvlak te creëren. Klopt. Eh, dan Gaan we het over uh, onverdoofd ritueel slagen. Ja. Dus, dus je ziet dat, dat dat soort dingen feitelijk gebeuren. Hè? Ja. Aan de andere kant, als moslim... We zijn nou eenmaal hier. We betalen belasting. Wij uh, dragen bij aan de ja. samenleving. We zijn onderdeel van de samenleving. Dus dan moeten we zich ook in een intellectueel debat... ook zo gaan gedragen. Ja. Je kunt niet naar uh, de media enkel toestappen als je uh, op een bepaalde manier uh, in een discussie zich gaat het, mengen. Het is wel heel moeilijk. Het is heel moeilijk, ook omdat als een intellectueel zich op een gegeven moment uh, uh, ja, zichzelf uh, op de voorgrond uh, brengt ja. uh, en gaat publiceren, uh, boeken gaat schrijven, uh, in hoeverre verkopen die boeken? Is er een publiek voor? Want als die boeken niet verkopen, als zijn optredens niet worden bezocht, uh, ja, dan heeft het ook weinig zin natuurlijk. Ik, ik denk dat daar, de, 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 daar ben ik niet mee eens, nee? want uh, het boek van Uthman uh, Al hamoushi die wij hier ook gaan, yeah, hebben gehad, is goed verkocht, is ja? goed opgevangen ja? uh, in Nederland en in België. Ja. Uh, is een jongen van 19 jaar. Je hebt hem zelf gesproken. Mm -hmm. Hij heeft heel veel moed getoond. Huh? Hij heeft heel veel uh, zelfvertrouwen uh, en hij heeft een soort moreel leiderschap getoond door te zichzelf in intellectuele discussies te mengen. Ja, Het hij, kan hij, wel. Hij, pleit voor, hij, hij komt uit de zuidelijke Nederlanden, hè, dus uit, ja. uh, naar zuidelijke Nederlanden. hij komt uit België, ja. komt uit Vlaanderen, ja. hij ziet zichzelf als Vlaming, hij pleit voor inclusief nationalisme. Ja. Ja. Je hoeft Zodat niet een met een hem eens te zijn. Inclusief nationalisme, maar betrek moslims, betrek iedereen bij jouw gevoel van, van, van één volk zijn. Ja. Maar... Het is, het is een feit. We zijn hier ja. één volk. Wij ja. hebben gemeenschappelijke belangen, wij hebben geen gemeenschappelijke waarden. Ja, er zijn toch angsten. Er zijn toch angsten in de samenleving. Ja. En het is heel belangrijk om die weg te masseren. Uh, daar, ja. Ik denk dat, dat uh, angsten zijn uh, voor een groot deel uh, irrationeel. Mm -hmm. uh, uh, en daarnaast zijn er ook rationele, gegronde uh, zorgen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Uh, ik heb zelf met heel veel jongens te maken gehad die afgereisd zijn naar Syrië. Mm -hmm. Ik heb debatten gehad. Sharia voor Belgium, zegt dat jou mm -hmm. iets? Ja. ja. Ik heb met de leider van Sharia voor Belgium persoonlijk heel veel discussies gehad. Ik, ik heb een tijdje in Antwerpen gewoond. Mm -hmm. uh, jongens die zich hebben aangesloten bij IS. Dat soort mensen ben ik zelf tegengekomen. Mm -hmm. Toen ik uh, een student was bij Fitra, hadden wij een evenement. En er was een buitenstaander, een jongen die daar geen les volgt. Die was binnengekomen om orde te verstoren. Om de studenten uh, als het ware op te fokken. Mm -hmm. En dat was echt een jongen die echt een aanhanger was van uh, jihadistische, terroristische uh, bewegingen. Hij vond uh, geweldig wat uh, Al-Qaeda en maar IS... Was dat de... iemand die in dat maatschappelijke isolement wat je zojuist beschreef... Ook hij, was, hij was zelf iemand die dusdanig geïsoleerd was... Was ook dat geïsoleerd, die, hè? Uh, ja. uh, zelfs binnen de salafisten was hij uh, geïsoleerd. Ja, ja, ja. En hij kwam daar binnen... Hij volgde daar geen les. Hij was uh, evenement binnengekomen. En ik was toevallig als vrijwilliger uh, bij uh, Suhaib, bij zijn stichting, verantwoordelijk voor orde en veiligheid tijdens een evenement. En mensen kwamen naar mij toe en ze zeggen van, Sanger, er is een jongen die, zegt, die, die ziet jongens te vragen, wat vind je van zelfmoordaanslagen, Wat vind je daarvan? Ik dacht van, zal, dat zal waarschijnlijk of, of een uh, journalist zijn van uh, geen stijl of... Dus ik, ik liep erop af en ik kijk en het was een jongen. Dat was een, uh, ja, volgens mij was het een uh, van Marokkaanse afkomst. Uh, die was daar geen les aan het volgen, maar hij was de boel aan het provoceren. Dus dat soort elementen die zien wij als samenleving zelf ook, uh, uh, als moslims binnen eigen kringen. We zien dat dat soort ja, problemen ja. bestaan. Dus als, als niet-moslims zich daarover zorgen maken, wij delen die zorgen. Wij, hebben zelf, uh, wij ondervinden zelf problemen door dit soort groepen. Iedere keer als er een aanslag wordt gepleegd, iedere keer als er uh, een soort dreiging wordt geuit richting Nederland, dat heeft in eerste instantie effect op ons als gemeenschap. Maar dan zou je toch denken dat, uh, dat Said Bouharou uh, zijn uh, pleidooi voor openheid, uh, voor samenwerking met uh, ja, institutionele structuren in Nederland, ah, eigenlijk die andere. En daar heeft hij wel gelijk in. Nou, dat, uh, da daar uh, heeft uh, hij volkomen gelijk uh, in. Samenwerking met veiligheidsdiensten. Volkoop. Dat doet Zuhayb ook. Ik, ik weet toevallig dat... een uh, uh, aantal jaar geleden... toen ik daar les volgde... toen uh, was er een jongen... die had waarschijnlijk uh, iets gedaan... Uh, en, en andere jongens waren boos op Zuhayb... omdat ze zeggen dat hij heeft... over die jongen... Uh, met, met veiligheidsdiensten gesproken. Mm. Ik weet niet in hoeverre dat waar is... want ik, ik had het zelf niet waargenomen... ik had het niet uh, gehoord... maar... Er is een rechtvaardiging ervoor. Als iemand hier in Nederland een dreiging vormt voor de samenleving, of je nou salafist bent of niet-moslim, wie dan ook, iedereen heeft een sociale, maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar iets tegen te doen. Dus uh, als Seyd Boharu zegt, je moet met, met alle instanties samenwerken, natuurlijk, natuurlijk moet je dat doen. Uh, en, en mensen die, die, die dat niet doen, dat zijn echt hele, hele, hele specifieke. Uh, groepen, uh, er zijn hele kleine uh, stromingen hier in Nederland um, die, um, ja, ze vormen een kleine cult eigenlijk, kleine sectes die uh, zich volledig van alles afsluiten. Die groepen bestaan ook, maar die ook gelukkig binnen, die ook binnen de orthodoxe uh, christelijke, ja, pro ja, christelijke protestantse. Dat heb je ook ja. Je hebt bijvoorbeeld, uh, je, je hebt zelf meegekregen misschien dat uh, sprake was van uh, seksueel misbruik binnen conservatieve uh, christelijke uh, stromingen, mm -hmm. maar de aanhangers van de stroming vonden niet dat je naar de autoriteiten moet stappen, toe ja, stappen. Ja, ja. Binnen de Jehovah gemeenschap uh, en binnen de katholieken überhaupt. Ja. En dat zal ongetwijfeld ook uh, in bepaalde protestantse kringen Ja, dus, dus, dus dat soort elementen heb je okay. ook in andere kringen. Ja, ja, ja? Uh, en ook maar daar zie, je ook, daar zie je dus ook die geslotenheid. Ja. Die dus uh, voorkomt dat mensen zich uh, kunnen melden bij, bij instanties. Klopt. En dat iets ja. als een olieflek kan uitspreiden over, ja. meerdere, over vele decennia zelfs. Ja. Dus, dus die openheid is essentieel. Hè? We Het zijn is een noodzakelijk. open samenleving in Nederland. Ja. En uh, zie, je, nou ja, zie je onder moslims voldoende positieve signalen dat men zich realiseert dat we een open samenleving zijn. En wat de samenleving van ons als moslims verwacht. Ik denk dat. Uh, uh, dat uh, in Nederland, zoals jij zelf eerder had gezegd, wij, wij bestaan uit heel veel verschillende stromingen. Uh, over algemeen, de meeste uh, groepen moslims in Nederland uh, stellen zich open op. Maar waar ik voornamelijk. Uh, uh, ja, Waar ik mijn zorgen maar over maak... Maar collectief verband, sorry ja, dat ik in je maar co maar collectief verband. Die individuen natuurlijk, die zijn ja. allemaal die leven hun eigen leven. In collectief verband, waar ik mijn zorgen over maak, is, is opkomst van uh, identiteitspolitiek, een slachtofferrol. Ja. Uh, dat dat een, een, een dominante uh, ja. rol speelt in de ja. manier hoe moslims zich met de rest van de samenleving, ja. Um, ja, uh, hoe zij een engagement zoeken. Als je continu gaat denken, wij, uh, wij zijn slachtoffers, wij zijn minderheid, wij, zijn, uh, wij worden gediscrimineerd. Uh -huh. Als je continu dat gaat uh, lopen ja. roepen, uh, dan word je ook niet als een serieuze gesprekspartner gezien. Uh, en, en dat is een gevolg van, uh, het, het is een wisselwerking natuurlijk. Aan de ene kant zijn er reëel, ja, dus je hebt twee partijen die openlijk tegen islam zijn in de ja. Tweede Kamer. Dus het, het is ja. realistisch. Aan de andere kant is het ook zo dat terwijl dat er speelt... er is werkelijk waar... er zullen weinig landen... en regio's in de wereld zijn... waar moslims zoveel vrijheid hebben als in Nederland. Ja, ja. Huh? Ik eh, heb wel eens gezegd... Nederland is misschien wel het, het, het meest geavanceerde land ter wereld. Ja, yeah, dat is ook zo. Uh, we zijn heel erg geavanceerd... en als moslim zijn we ook hier heel erg vrij. Huh? Ik heb een blogje opgericht. Ik ging mensen die... Op, ja, aan de frontlinie in Syrië vechten... interviewen... Mm -hmm. Ik uh, heb uh, radicale linkse activisten geïnterviewd. Uh, ik, ik ging met iedereen mezelf mengen. Dingen die ik uiteindelijk heb gedaan op mijn blog. Ja. Ik heb zoveel vrijheid gehad in dit land. Dat uh, als gevolg van wat ik heb gedaan. Ik word uitgenodigd in de Tweede Kamer. Ik mag als ja. expert gaan praten. Ik word serieus genomen. Terwijl ik een orthodox, conservatieve moslim ben. Mm -hmm. Waarom? Omdat ik mezelf open opstel. Open opstel. Het feit, debat, ja. Ja, het feit dat ik me open opstel, dat zorgt ervoor dat mensen mij ook serieus nemen. Ja. En dat is een realiteit ja. en dat is een werkelijkheid. Ja, ik, kom, ik kom opnieuw terug op uh, Said uh, Boerrou. Het is natuurlijk een uh, jonge man, komt uit het oosten van het land. Ik, ja, je noemde al dat, uh, dat Othmane Lamouchi... een bepaald leiderschap heeft getoond. Nou, ja, deze ja, ja. jonge man toont ja. ook een bepaalde vorm van leiderschap. Ja. En uh, dat moeten we uh, in zekere zin ook prijzen. Ja. En uh, ik denk dat het zaak is voor heel veel uh, 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 Nederlandse moskeeën met een goed bestuur, met yeah. een uh, redelijk bestuur, uh, dat zij ook werk maken van Nederlandse kernnormen en waarden. Yeah. Uh, ik heb wel eens uh, ge, bij moskeeën gewezen op uh, het bestaan van een, uh, een brochure, kernwaarden van de Nederlandse samenleving, yeah. van het ministerie van Sociale Zaken. Yeah. Nou Daar staat gewoon netjes opgezomd wat de Nederlandse kernnormen en waarden zijn. Yeah. Dit is hoe we leven in Nederland. Dit is wat we belangrijk vinden. Yeah. Nou, en die moskeeën, die waren verbaasd. Dit hebben we nog nooit onder ogen gekregen. Er is niemand die ons hierop heeft aangesproken. Yeah. Is dit wat Nederland van ons verwacht yeah. Dus kennelijk uh, uh, rijken de uh, gemeente of doen de gemeenten, weinig handreikingen ook naar de lokale moskeeën, om aan te geven wat verwacht wordt van die moskeeën. Vanuit Ik denk dat... integratief van het integratieperspectief. Ik denk dat, dat, dat er een bepaalde terughoudendheid is. Want anders gaan ze zich te veel met geloven mengen. En dat hmm. willen ze ook weer niet. Ja. Huh? Maar Wat, het, wordt wel, het wordt wel heel prettig ervaren door die moskeeën. Ik denk dat ja, kan er beleid worden gemaakt. Ja, kinderrechten uh, yeah. worden benadrukt. Uh, maar waarom zouden ze dat specifiek voor moslims moeten doen en niet voor bijvoorbeeld Jehovah-getuigen? Nee goed, dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik denk dat, ik denk dat, dat, dat qua beleid uh, dat we. Enigszins terughouden moeten zijn. Mm. Ja? Uh, ik denk dat het voornamelijk vanuit moslims zelf moet komen. Mm. Wat ik ook tegen een commissie heb gezegd, is dat de problemen die jullie proberen aan te kaarten met jullie onderzoek, uh, de oplossingen uh, liggen voor de hand. Bijvoorbeeld, waarom wil ik als moslim zijnde bij Alfitra les volgen? Er is een vraag. We hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben te maken met een. Uh, Free market of ideas, zoals uh, John Stuart Miller dat zegt. In een free market of ideas, uh, dat is een werkelijkheid in Nederland. Je hebt allerlei verschillende ideeën waar vraag naar is. Hè? Mensen ja. willen uh, uh, over de islam dingen leren. Dus dat moet gefaciliteerd worden, dat moeten zelf moslims gaan organiseren. Want we hebben scheiding van kerk en staat. Maar moslims die dat gaan doen, moeten wel mensen zijn die hier opgeleid zijn. Ja. Ze hebben hier gestudeerd moeten de Nederlandse wetten, systeem, alles goed kennen. Vervolgens, als ze in het Midden-Oosten willen gaan studeren of hier in Nederland een uh, universiteit willen gaan oprichten, uh, dan moeten ze dat op een manier, op een constructieve manier doen, waarin zij dus bre saam, in, in, breed in de samenleving zichzelf zo positioneren dat, 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 dat het zorgt voor binding, binding in Nederland. Met, met, met de rest van de samenleving. Uh, bijvoorbeeld moskeeën moeten veel sociale vaker sociale binding noemen, ja, precies. Wat, wat bijvoorbeeld uh, Jacob van der Blom van uh, Blauwe Moskee en Centrum Mid de Middenweg. Mm -hmm. Ik heb nadat ik jou had geïnterviewd. Mm -hmm. Ik had hem geïnterviewd, mm -hmm. maar audio was helemaal slecht. Ja, ja, dus ja, ja, ik heb ja, het niet ja. kunnen publiceren. Ja. Hij stelt zich heel erg open op. Mm -hmm. Hij nodigt mensen van de kerk uit. Hij nodigt iedereen uit binnen de moskee. Uh, er wordt in het Nederlands les gegeven. Uh, hij heeft van de moskee een soort uh, third space gemaakt: hè? een derde, derde uh, positie. Het is geen. Uh, uh, sommige delen van de moskee zijn niet echt een moskee, maar het is meer een sociale plek voor de hele wijk. Wow. Huh? Dat zijn, dat zijn uh, dingen die, die, die vanuit de moslims zelf zijn geïnitieerd. En ik zou graag willen dat veel meer moslims dat doen. Een moskee is in een, in, in een wijk rondom de wijk. Kijk, ik, ik ga even, zonder dat ik Shuhaib uh, uh, of de salafisten ga lopen uh, demoniseren of wat dan ook, even feitelijk tijdens de ramadan, ik was verantwoordelijk voor de veiligheid van de moskee. De mm -hmm. um, moskee? Nee, nee, nee. Bij Suhaib Salam. Suhaib en de andere imams en predikers gingen de hele ramadan door, elke dag, tegen mensen zeggen, luister, in het wijk wonen heel veel niet-moslims. Als je hier naartoe komt, s'nachts, om te bidden in de moskee, zorg dat je de parkeerplaatsen vrijhoudt voor, voor de lokale bewoners. Zorg dat je uh, geen herrie maakt Ga niet buiten de moskee in een groepje staan, uh, hard, luidruchtig praten. Ja. Hou rekening met de buurtbewoners. Dat werd vanuit de moskee, vanuit deze ja, mensen. Die cafés dus ook. Ja. ja. Maar mensen deden dat niet. Nee, toch niet? Uh, mensen deden dat niet. Uh, rondom de moskee stonden heel veel auto's. Uh, ze zorgden voor heel veel overlast. Ja. Tot twee keer toe kwam ja. politie naar mij toe. De politieagent die niet terug, die keek mij aan. Ja. En ik keek hem aan. En we hadden allebei zoiets van: ja. jij weet dat ik hier. Ja. Voor mijn best toe, en hij was ook zoiets van: ja, ik kan jou hier niet voor verwijten. Ja, precies. Ja, ja dat zie je misschien ook in die uh, Pegida-demonstraties: dat, uh, dat moskee-besturen de moskeegangers niet helemaal in de hand hebben. Dat het dus moskeegangers ja, kunnen zijn ja, die dan ja, uh, ja, ja. het wagensveld achterna gaan zitten. Ja. En, uh, maar je ziet maar, wel dat er goede wil is. Maar, dus. maar, maar dus het, het punt is, is dat dus dat als, als je te maken hebt met mensen met allerlei verschillende overtuigingen, mm -hmm. die hier in, binnen de samenleving opereren. Uh, er moet leiderschap getoond worden. Ja. Die normen en waarden vanuit islam moeten ook worden uh, in verband gebracht met de normen en waarden van de niet-moslims. Er zijn breed gedragen normen en waarden van alle inwoners van Nederland. Mm -hmm. Er moet veel meer over gesproken worden, er moet veel meer interactie komen. Om te voorkomen dat dit soort bubbels ontstaan. Dat, dus ja. dat, dat dit soort loopgraven ontstaan, waarin de, uh, aan de ene kant hebben de seculieren en de, aan de andere kant hebben de. Uh, ja, de, de de loopgraven. je noemt het loopgraven. Uh, Said, of, uh, Halim El uh, Matkouri, die noemt hier ook uh, dat, dat, dat ook de veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld, ja. zich pas laat zijn gaan realiseren dat zij zelfs meer last heeft en zal hebben van extremistische groepen binnen de traditionele Nederlandse structuren, ja, ja, hè, klopt. dus extreem rechts, ja. dat die eigenlijk een veel grotere gevaar zijn dan elementen binnen salafistische kringen. Ja, ja. Uh, dus, dat, dat benadrukt hij hier. Maar die, die, die twee extremen voeden elkaar. Ja, hè? die voeden elkaar. Ja. Uh, kijk, um, als er een dreiging wordt geuit vanuit extreem rechts richting moslims, dan zullen de meest uh, reactionaire en radicale uh, moslims zeggen, zie je nou wel, je hoort hier niet thuis. Ja. Uh, de Daesh, de Islamitische Staat, hadden een artikel geschreven genaamd uh, Eliminating the Grey Zone. Ja. Het, het, het elimineren ja. van de grijs wit, ja. ja. En, en, en daarin zeggen ze dat de opkomst van extreemrechts in, in westerse landen is goed. Een kans. Ja, uh, dus, dus je ziet dat. Uh, en extreemrecht ziet het ook als een kans. Ja, ja. Uh, er, er was toevallig iets heel komisch gebeurd. Ze hadden een uh, radicale moslim opgepakt in Engeland. Hij uh, was een bekeerling en hij zat boeken van Tommy Robertson te lezen. Oh ja, ja. En ze vroegen hem van waarom lees je dat? Hij zei ja, die heeft het goed begrepen. Ja, die heeft het goed begrepen. <laughs> uh, Sanga, we gaan zo afronden. Ik wil het nog even terugbrengen naar het parlementaire onderzoek. Uh, dat parlementaire onderzoek dat loopt nog. Hè? Ja. Dus uh, alle interviews, alle ontvragingen hebben plaatsgevonden. Zij uh, zijn nu actief sinds uh, 2019 en ze werken naar een conclusie. Ja. Uh, is er nog iets wat jij over die uh, ondervraging uh, of over dat onderzoek, dat mini-onderzoek wilt zeggen? En misschien ook iets over je achtergrond bij, uh, bij, uh, bij SWIFT Salaam. Kijk, um, ik zal heel erg proberen dat kort uh, samen te vatten. Uh, zoals ik eerder zei, we leven in een vrij markt van ideeën. Mm -hmm. Dus allerlei ideeën die komen hier terecht. Het gevolg is dat uh, als uh, mensen met allerlei overtuigingen hier in Nederland uh, vrijheid in geloof willen gaan praktiseren of wat dan ook. Uh, daar heb je het probleem van de free riders probleem uh, of de vrijbuiters probleem. Dat komt uit de economie. Uh, uh. Wij hebben dus vrijheid van uh, geloof en overtuiging. Iedereen heeft op basis van de grondwet een bepaalde vrijheid. Maar als een deel van de samenleving gebruik maakt van de vrijheid, maar de vrijheid van anderen belemmert, dan uh, krijg je dus problemen. Als er sprake is van belemmering van vrijheid van anderen door moslims. Dus als bijvoorbeeld uh, moslims anderen gaan aansporen of hun aanhang gaan aansporen om bepaald problematisch gedrag te vertonen, dan is het terecht dat er onderzoek wordt gedaan. Dat, dat, dat daar vraagtekens worden gesteld en dat er actie wordt ondernomen. Tegelijkertijd gebeurt dat bij andere groepen ook. Hè? Dus, dus uh, commissie. Um, ...opzet en de structuur en de wijze hoe het uh, gegaan is tot nu toe... Uh, heel, ...er is heel veel kritiek tegen, gegrond kritiek. Uh, daar ben ik ook mee eens met, met alle kritiek die er geuit wordt... ...maar onderliggende maatschappelijke problemen, die zijn reëel. En daar moeten we dus ook buiten de commissie om... ...met elkaar uh, openhartig eerlijke discussies over gaan houden. Uh, ik denk dat uh, als dat op gang komt mede door de commissie... Ja, daar is het niet ideaal, maar het zij zo. Oké, okay, dankjewel voor je komst. Dankjewel, graag gedaan.